Les 3 van module 4 gaat over de samengestelde woorden. Hoe maak je ze? Schrijf je de woorden gewoon achter elkaar of moet je er iets tussen zetten? Je leert het in deze les. Kijk snel verder. Les 3 van module 4 gaat over samengestelde woorden. In het Nederlands zijn veel samengestelde woorden. Dit zijn woorden die bestaan uit twee of meer woorden die samen één woord vormen. Maar je moet deze woorden ook elk apart kunnen gebruiken. Het eerste deel van een samenstelling zegt iets over het tweede deel. Bijvoorbeeld, een huissleutel is een soort sleutel. Een boekenkast is een soort kast. Het eerste deel kan een zelfstandig naamwoord zijn, de stam van een werkwoord, een voorzetsel of een bijvoeglijk naamwoord. Voorbeelden van een zelfstandig naamwoord als eerste deel: tafelkleed, archiefkast, bureau, lamp, muur, verf, tafel, archief, bureau. En muur zijn zelfstandige naamwoorden. Voorbeelden waarbij het eerste deel de stam van een werkwoord is, zijn werkkleding, plakboek, zitplaats, tekenpapier. Werk, plak, zit en teken zijn de stam van de werkwoorden werken, plakken, zitten, tekenen. Voorbeelden van een voorzetsel als eerste deel: aanbod, voorspel, achterhuis, tegenslag. Aan, voor, achter en tegen zijn voorzetsels. Voorbeelden van een bijvoeglijk naamwoord: dwarsfluit, grootmoeder, snelweg, rouwkost. En dwars, groot, snel. En rouw zijn weer bijvoeglijke naamwoorden. Als het tweede deel een de-woord is, dan is de samenstelling ook een de-woord. Is het een het-woord, dan is de samenstelling ook een het-woord. Het huis, de deur, de huisdeur. Het samengestelde woord krijgt hetzelfde lidwoord als het tweede deel. De gemeente, het huis, het gemeentehuis. Sommige van die woorden hebben geen tussenletter. Andere hebben een E, een EN of een S als tussenletters. Huis, deur. Hier is geen tussenletter. Zonnestraal. Hier staat er een E tussen de twee woorden. Boekenkast. En hier heb je EN tussen de woorden boek en kast. Stationsgebouw. En hier staat een S tussen de woorden station en gebouw. Huisdeursleutel. Dit is zelfs een samenstelling van drie woorden: huis, deur en sleutel. Dan kijken we eerst naar de woorden zonder tussenletters. Veel woorden kun je gewoon aan elkaar plakken, zonder tussenletters. Huis, sleutel, leesboek, breinaald, spaarpot. Bijvoorbeeld ook woorden waarvan het eerste deel zelf al op EN eindigt. Keukenstoel, havenplaats, lakenset, dekenkist, keuken, haven, laken en deken eindigen zelf al op EN. Of als het eerste deel eindigt op een schwa. Aspergesoep. Ook dan schrijf je de twee woorden zonder tussenletters. Asperge, soep. Weide,
vogel, groente, winkel, gemeente, huis, akte, tas. Al deze woorden eindigen op een schwa en dan schrijf je het tweede deel er gewoon achter. En zo ook bij benzinepomp. Dan kijken we nu naar de tussenletter E. Soms komt er een E tussen beide delen. Bijvoorbeeld als er van de soort maar één is. Koninginnedag. Een land heeft altijd maar één koningin. Dus dan komt er een E tussen de beide delen. Zonnestraal. Er is maar één zon en dan komt er ook een E tussen de twee delen. Maneschijn. En ook van de maan is er maar één. En dan komt er weer een E tussen de twee delen. Maar let op. Als je het eerste woord verlengt, moet je er wel op letten of je een medeklinker moet verdubbelen om de klank gesloten te houden. Of een klinker moet weghalen, omdat er anders twee dezelfde klinkers aan het eind van een lettergreep staan. Als het hele woord een bijvoeglijk naamwoord is, waarbij het eerste deel het tweede deel versterkt, schrijf je ook een E. Apetrots, dat wil zeggen heel erg trots. Berensterk, en ook dit wil zeggen heel erg sterk. Reuzengezellig, het was heel gezellig. Boordevol, het zit helemaal vol. Als het eerste deel van het woord een bijvoeglijk naamwoord is, gebruik je vaak de vorm met een E op het eind. Rode kool, hoge school, jonge man, blinde darm. Rode, hoge, jonge, blinde zijn allemaal de vormen met een E. Sommige oude samenstellingen, waarvan de betekenis van de aparte delen niet meer duidelijk is, krijgen ook een E. Apenkool. Onzin betekent dat kletspraat. Dat kun je uit de woorden niet meer terughalen. Bakkenbaard, dat is het baardhaar dat naast de oren groeit. Bolleboos, dat is iemand die goed kan leren. En ook hier haal je dat niet uit het samengestelde woord. Pijpenstelen, het regent pijpenstelen. Dat betekent het regent heel hard. En ook hier haal je niet de betekenis uit de samenstelling. Schattenbout, dat betekent lieveling. En ook hier haal je niet de betekenis uit de samenstelling. Als het tweede deel loos is, komt er ook een E tussen de delen. Besluiteloos, dat is als je geen besluit kunt nemen. Formeloos. Als er geen model in zit. Hopeloos. Als iets niet goed kan aflopen, dan is het hopeloos. Grenzeloos. Dat is oneindig. Er zijn geen grenzen aan. Vruchteloos. Dat wil zeggen zonder resultaat. Wolkeloos. Dat betekent zonder zorgen. Maar is de betekenis letterlijk, gebruik je en. Grenzenloos, dat wil zeggen dat iets zonder grenzen is. Vruchtenloos, dat wil zeggen dat er geen vruchten in zitten. Wolkenloos, dat wil zeggen dat er geen wolken aan de hemel zijn. Dan kijken we nu naar en tussen de delen. Als het eerste deel een zelfstandig naamwoord is dat alleen een meervoud heeft op en, schrijf je vaak en tussen de delen. Hondenhok. Het meervoud van hond is honden en dan schrijf je dus en tussen hond en hok. Boekenkast.
voetenbank, pillendoos, schoenenrek. Bij al deze woorden is het meervoud op en. Er zijn echter veel uitzonderingen. Huiswerk. Meervoud van huis is huizen. Maar toch schrijf je de woorden hier gewoon aan elkaar zonder en ertussen. Treinstation. Bushalte. En ook hier allemaal hetzelfde. Dan kijken we nu naar de tussenletter S. De tussenletter kan ook een S zijn. Als het woord het beste klinkt met een S, schrijf je meestal een S tussen de delen. Stationsplein, dat klinkt beter dan stationplein. Handelsverdrag, dorpshuis, meningsverschil. Soms begint het tweede woord met een S en dan hoor je niet of er een S als tussenletter is. In dat geval zet je een woord dat niet met een S begint achter het eerste woord. Als je dan een S hoort, moet je ook een S schrijven als het tweede woord begint met een S. Stationsstraat, want je zegt ook stationsplein. Stadsschool, want je zegt ook stadspark. Machtsstrijd, want je zegt ook machtsovername. Eindigt het eerste deel op heid, ing of tijd, dan schrijf je vaak een S tussen de delen. Veiligheidshalve, schoonheidsideaal, overheidsdienst. Je ziet steeds een S tussen de twee verschillende delen. Verenigingsgebouw, Koningsdag, lievelingseten. En ook hier elke keer een S tussen de twee delen van de samenstelling. Universiteitsblad, mentaliteitsprobleem, publiciteitsstunt. En hier hetzelfde. Is het eerste deel een woord waarmee je een man aanduidt en eindigt dat woord op er, eur, ier of aar, dan schrijf je ook vaak een S tussen de delen. Slager, slagersworst, slagerswinkel. Directeur, directeurskamer, directeursfunctie. Portier, portiersloge, portiersuniform. Molenaar, molenaarszoon, molenaarswoning. Bij al deze woorden staat er dus een S in de samengestelde woorden. Maar meestal kun je gewoon afgaan op wat je hoort. Hoor je de S, dan schrijf je de S. Dit was alles over de samengestelde woorden. Ga dan snel verder met les 4 van module 4 over de verkleinwoorden. Succes!